Als je stadsdichter bent, is de stad het papier, zal ik maar zeggen. Dus, en dan zoek je naar nieuwe vormen, verrassende vormen om die teksten te brengen. Het hoeft niet allemaal regeltje voor regeltje te zijn. Waar zou je nog poëzie willen zien waar het nog niet getoond is of opgehangen? Hier in Antwerpen. Nou, we hebben nog een plan in de tunnel. In een voetgangstunnel, als dat door mag gaan. En ja, er zijn nog wel wat ideeën in dat opzicht. Ja. En nu is er natuurlijk die tijdelijke laatste regel poëzie op het theaterplein. Waar je dus op één plek moet staan om de zin te zien samenvallen. Wat dan weer samenhangt met de inhoud van tegen kindermishandeling. Dat er toch een plek moet zijn waar de dingen voor die mensen ook samenvallen. Zoiets. En dan kan dus vormgeving mee, vorm en inhoud samenspelen. De vorm krijgt een bepaalde symboliek, de inhoud krijgt een bepaalde vorm die daar weer bij de inhoud past. Dat vind ik wel interessant. En met digitale poëzie, dit bestaat ook, heb ik ook wel iets mee gedaan als stadsdichter. Ja, dat is weer een andere vorm, dat is ook niet op blad, maar ook zeer, zeer interessant.